Nederland is nat, dat is bekend. Maar afgelopen maand regende het veel vaker dan diezelfde maand een jaar eerder. Op sommige plaatsen waar normaal 76 mm valt, viel er nu 162 mm neerslag. Meer dan een verdubbeling. Nergens in Europa is de grond zo nat als in Nederland. En dat levert problemen op. Een bodem die al nat is, kan namelijk minder regenwater opnemen. Waar moet het dan heen? Bijvoorbeeld in de stad. In steden wordt het regenwater vaak onder de grond opgeslagen, in grote bassins. Zoals hier in Amsterdam, onder de Noord-Zuidlijn. Hier moeten we zijn. Hierachter zit de fietsenstalling, daaronder zit het bassin. Eigenlijk waar we nu staan, zit het bassin onder. En zit daar nu water in? Ja, daar zit vrijwel zeker water in, want het heeft verschrikkelijk geregend. Dus zodra het riool het niet meer aan kan, dan treedt het bassin in werking. En hoeveel water kunnen ze hier opslaan? Iets van 600 kuub ongeveer in deze bak. Is dat veel? Dat is best veel. In landelijk gebied hebben ze meer ruimte. Buiten de steden wordt het water het liefst opgevangen in de natuur. Al zijn daar soms wel wat aanpassingen voor nodig. Hier in de polder bij Waspik bijvoorbeeld hebben ze de dijk onlangs flink verlaagd. Hoeveel is deze dijk precies verlaagd? Die is bijna 3 meter verlaagd. Juist om hier een overloopkade te maken, dat als het water op de Maas hoog wordt, dat het hier overheen kan en dat het dan hier eigenlijk de polder in kan lopen. Dus dan komt dit helemaal onder water te staan? Ja, dat klopt. Tot aan die hoge kering die je daar ziet lopen, die lag voorheen hier. Hoopt u komende week? Ja, eigenlijk wel, want het is best spannend. En daar doen we ons werk natuurlijk ook voor.